Andrew kwam naar mij met het idee dat hij iemand kende die goed kan schilderen op de muur. En hij dacht van ja, misschien is het wel leuk om iets op onze muur hier te schilderen. Omnia benaderde mij voor een muurschildering. Ze vertelde hun concept, ze hebben een Latijns concept. Ze zijn wat meer een chique bedrijf en ze houden rekening met het hele menselijke lichaam. Omnia staat voor allesomvattend. Het gaat niet alleen om het fysieke aspect, maar ook om een stukje voeding. Supplementen, advies, hormoonbalans, stressmanagement. Het is echt de totale aanpak. Wij worden eerst en vooral gewoon het logo op onze muur. Elk een beetje stereotyp. Hij zei van ja, weet je, ik wil wel iets uniekers gaan doen. Ze hebben eigenlijk een hele studie naar het menselijk lichaam gedaan. En ik wilde dat die muurschildering dat ook uitstraalde. Dus natuurlijk moest het een mooie muurschildering zijn. Maar ik wilde ook dat als mensen de muurschildering zouden zien, dat je zou denken, hey, hun hebben een studie gedaan naar het menselijk lichaam. Hun weten er veel van af. We in eerste instantie heel simpel dachten en wilden iets met het logo verwerken in het pand. Maar ja, na de eerste meeting werd al snel duidelijk dat het veel mooier kon dan dat. En toen kwam hij met het idee van schetsen van Da Vinci. En om onze visie op de muur te tekenen, maar ook te schrijven. Het is mijn kracht om ideeën van ondernemers visueel te vertalen naar een persoonlijk ontwerp. Dus ik wilde ook een muurschildering maken die allesomvattend was, dus die alle elementen laat zien. Dat wil ik visueel doen, dus je ziet hier de spieren, de lever, het hart. Eigenlijk alle elementen die hun belangrijk vinden. En daarnaast hebben ze ook een tekst geschreven, kleine samenvattingjes, en die staan er ook bij. Dus het is een visueel mooie muur. Maar als iemand even aan het rusten is tijdens de oefeningen, dan is het eigenlijk een informatieve muur. Dan kan je erheen lopen en dan kan je even wat informatie opdoen. Toen wij het ontwerp kregen, toen dachten we echt van wow, oké, dit is echt fantastisch. Maar kan dit echt werkelijk waar zo mooi verwerkt worden op de muur met de hand geschilderd? Ja, daar hadden wij eerst nog wel enigszins vraagtekens bij. En we waren heel benieuwd. Maar uiteindelijk, toen we jullie eenmaal bezig zagen, elke keer stapsgewijs dachten we van nou, dit is niet normaal. Ja, het is echt tof om in deze gym zo'n grote muurschildering te maken van 10 meter lang bij 2,5 meter hoog. Het is een hele eer en vooral ook om te horen dat hun er heel blij mee zijn en hun klanten het ook tof vinden. En toen het eenmaal af was en klanten hier naar binnen liepen en het resultaat zagen, ja, was iedereen echt van wow, oké, dit had ik echt niet verwacht. Dit is wel echt prachtig geworden. Het is echt, ja, iedereen is overrompeld van van het eindresultaat. Ja, en zo zijn wij dat natuurlijk ook. We zijn echt nog steeds elke dag. Als we hier naar binnen lopen en we zien die muur, dan denken we weer van wow, dit is wel echt heel vet.